Mijn eerste gedicht gaat over... Ik doe even hier. En mijn eerste gedicht gaat over... De samenleving. Teringzooi. De chaos die moet komen. Vernietig alle dromen. Alleen maar. Nu is nu. Gehaktballen met jus. Er is geen reden tot paniek, sprak hij op gedempte toon door de microfoon. Een hoge piep. Er is iets met de techniek. Er is geen enkele reden tot paniek, sprak hij nogmaals door de microfoon. Want de bomen staan er nog. En de vogels vliegen toch. Maar ik dacht, die doen misschien wel net alsof. Die vogels en die bomen. Net als wij. 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 En dan heb ik nog een gedicht over de liefde. Jij bent nu onverschillig. En ik ben gewillig. Jij bent nu hard en koud. En op een dag, veel later, ben jij misschien wel ongelukkig getrouwd met een of andere vuile trut. En dan mijn laatste gedicht is een vrolijk gedicht. Het is zonnig vandaag. Het is zonnig en ik vraag, wie gaat er mee? En bijna iedereen zegt nee. Dank jullie wel. En ik heb een dichtbundel te koop voor €15 zonder verbeteringen. Ja, dankjewel Tessa. Dus iedereen het gedichtbundel kopen, slechts €15. Dat is natuurlijk geen geld voor een gedichtbundel zonder verbetering. Dames en heren, fijne avond en geniet van Laag 108. Doei!